Wat stop je in een game PC als je een budget hebt van €500? Hey, what up guys, Marco hier en super tof dat je kijkt naar deze gloednieuwe video hier op Tech Time. En zoals je wellicht al weet, we zijn inmiddels begonnen aan Tech Time 2.1. En dat houdt ook in dat we voortaan elke vrijdag een nieuw koopadvies online gaan zetten. In dit geval gaat het hebben over een game PC voor €500. Met deze PC kun je best wel leuke games op best wel leuke settings gaan spelen op Full HD resolutie. Dus ben je heel benieuwd naar de onderdelen? Blijf er vooral kijken. Smash op de like knop. Laten we kijken of we de 200 likes kunnen gaan halen. Het zou super dope zijn als dat gaat lukken. En dan gaan we gewoon heel simpel aan de slag met een koopadvies voor deze week. We beginnen gewoon standaard weer met de processor. En dit is een Intel Pentium G4560. Dit is een dual-core processor met hyperthreading. Dus wat houdt dat in? Windows die denkt van, hey, dat zijn 4 threads. Dus ik kan het behandelen als een soort van quad-core. En wil je nou bijvoorbeeld gaan livestreamen of eventueel gaan video editen, dan scheelt het wel dat je 4 threads hebt in plaats van 2. Het is een hele leuke budget CPU en het is eigenlijk gewoon een hele kleine Intel Core i3. Maar daarvoor een veel lagere prijs. Nou, het geheugen was ook even een heel lastige. Geheugen is op dit moment heel erg duur geworden. Een lange tijd geleden kon je 16 gigabyte kopen voor ongeveer €80 à €90. Tegenwoordig is dat gewoon veel duurder geworden, helaas. Dus we zullen ons moeten gaan limiteren tot 8 gigabyte RAM. In ieder geval heb ik eentje gevonden van Crucial. Dit is gewoon een single kitje, 8 GB DDR4 2133 geheugen. Het ziet er misschien een beetje standaard uit, maar op zich 8 GB geheugen voor dit systeem is eigenlijk al heel erg leuk om te hebben. 16 GB is leuker voor de echt gloednieuwere games, want die vragen soms zelfs al eens 12 GB RAM. Maar ik denk dat je met 8 GB ook wel een heel eind mee vooruit komt. Het moederbord was even wat uitzoekwerk. Je hebt op dit moment verschillende chipsets op de markt die geschikt zijn voor deze processor. Je hebt de B250 en de H110 die geschikt zijn voor het lage budget. Nadeeltje aan de H110, niet alle moederborden hebben de nieuwste BIOS versie die ook geschikt zijn voor deze CPU generatie. En we willen toch het zeker voor het onzekere nemen, dus daarom hebben we gekozen voor de Asrock B250M HDV. Dit is een prima moederbord voor een hele lage prijs. Je hebt voldoende aansluitingen aan de achterkant en ook aan aansluitingen op het moederbord zelf kom je geen gebrek. Het is een prima to-the-point moederbord. Het is niet heel erg luxe, maar voor een €500 game PC is het toch wel prima. En wil je meer informatie hebben over dit moederbord? We hebben hem gereviewd. Moet je even daar op het i'tje klikken. Als opslag hadden we ook een hele leuke keuze. We konden kiezen voor SSD, HDD of een SSHD. Even gekeken naar het budget en de mogelijkheden die we hebben, is er gekozen voor een SSHD. Met de capaciteit van de harde schijf, maar dan wat sneller door de SSD cache die erin zit. Het is het beste van twee werelden, dus daarom is er ook gekozen voor deze Seagate FireCuda van 1 terabyte. Prima SSHD, je bestanden laden lekker snel. Wil je toch echt het snelste van het snelste? Dan raad ik je aan om een SSD te nemen, maar dan lever je wel flink in op de capaciteit. En tegenwoordig zijn sommige games wel al bijna 80 à 90 gigabyte. De behuizing is ook een hele leuke. Dit is een compacte behuizing van Thermaltake. Dit is de Thermaltake Versa H15. Je onderdelen kan je er goed in kwijt en zelfs ook hele grote onderdelen zullen er ook in gaan passen. En wat nou het voorbeeld is van een compacte PC, die staat ook minder snel in de weg en heb je een kleinere kamer, dan kan je die ook heel mooi wegwerken. Deze behuizing heeft ook nog eens 1 ventilator in zich en het is een hele leuke budgetbehuizing. Ja, je kan weliswaar ook andere behuizingen nemen voor een lagere prijs, maar als je toch kwalitatief een stevige behuizing wil, dan is deze behuizing een betere keus. De voeding is een 400 watt variant. En nu zullen jullie zeggen van, ja, 400 watt, is dat niet te weinig? 400 watt is voor dit systeem meer dan genoeg. Deze Be Quiet Pure Power 10 is prima voor dit systeem. Hij is 80+ zilver gecertificeerd en is daarnaast ook eens lekker stil. Vergeet ook trouwens niet, deze voeding heeft ook nog eens 2 keer voedingsstekkers voor jouw videokaart. En dat gaan we ook zeker gebruiken met de videokaart die gekozen is. Want dit is de Gigabyte RX 560 Gaming OC 2G. Dit is inderdaad een RX 560 videokaart met 2 GB VRAM. Je kan weliswaar ook kiezen voor een krachtige videokaart zoals de GTX 1060 of de RX 570. Alleen door de cryptominers is het heel erg lastig om zulke kaarten ook te kunnen bemachtigen. Maar de RX 560 is momenteel nog volop leverbaar en is ook een hele interessante keus voor de budget game PC's. Een voordeel aan deze videokaart is dat deze ook lekker stil is, ook heel goed koelt en ook de juiste aansluitingen achter zich heeft. En dat voor een hele leuke prijs. En als je deze onderdelen dan allemaal in elkaar zet, dan heb je een hele leuke game PC waar je zeker de komende tijd mee vooruit kan. En ik ben benieuwd, wat vind jij van deze PC? Heb je zoiets van, joh, ik zou dit vervangen met dit, dat met dat? Laat even weten, ik ben er heel benieuwd naar. Heb jij zelf ook een idee voor een koopadvies? Laat even weten in de reactie beneden. Misschien ga ik jouw idee wel uitvoeren. En beperk je niet alleen tot PC's, maar ga bijvoorbeeld ook hebben over camera's, over monitoren, tv's, printers. Weet ik wel niet allemaal. Laat mij gewoon even weten. Ik wil je bedankt voor het kijken naar deze video. Bedankt voor het liken. Bedankt voor het sharen. En zoals altijd zeg ik, tot tens!